hier op Parkpop. Hey, wie ben jij? Jij bent? Mandy. We staan nu voor het Guldenhuis van Florence. Een nieuwe Goede Doelen Stichting in het Westland zag vanmiddag het levenslicht. Zaterdag 1 augustus is Stichting Westlands Hoop en Feit. De stichting heeft als doel kinderen met een levensbedreigende ziekte een mooie dag te bezorgen, zodat zij en hun ouders de zorgen even kunnen vergeten. Verschillende Westlandse ondernemers hebben toegezegd de stichting te helpen. Zo kunnen kinderen meehelpen poffertjes bakken in Maassluis. Zo kunnen kinderen meehelpen poffertjes bakken in Maasland of op pad met de KNRM in Terheide. In Westland zijn inmiddels talloze stichtingen die zich inzetten voor het goede doel. Initiatiefnemer Rob Bulzing wil zich onderscheiden. Er zit heel veel commercie achter goede doelen en er worden dikke salarissen betaald. En dat willen we. Dames en heren, goedemiddag. Mijn naam is Peter Ouwendijk. Ik ben hier als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur om de officiële lancering van de stichting Westlands Hoop een gezicht te geven vanmiddag hier in de tuinen in Naaldwijk. Westlands Hoop is een stichting die kinderwensen vervult waar het nodig is om die kindermensen te vervullen. De mensen die hier rondlopen zien precies waar het om gaat. Het gaat in de regel om eerste zieke kinderen die op Westlands gebied een kleine wens vervuld krijgen. De officiële handeling die we gaan verrichten is het doorvoerprogramma van dit lint. Dat lint dat wordt onder andere vastgehouden door de Villa. Villa is jeugdambassadrice. Dat mag ook wel eens genoemd worden. Ook jonge mensen zeggen zich hebben deze stichting. Ik ga nu met het doorknippen van de lint. Ik geloof de website lanceren en de stichting in. Kors op deze hebben we die gekregen. Oranje staat in ons logo en staat voor het Westland. Het groen ding staat voor het Westland en een bloem is voor mooi. Dus daarom, toch? Ja. Ja toch? Ja toch? Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, dankjewel. Van start gegaan in winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk. Lokale burgemeester Peter Ouwendijk knipte het lint door. En dit was de officiële starthandeling voor Stichting Westlands Hoop.